Hey mensen, ik ben vandaag Amber aan het pushen. En ik speel vandaag met Go Joshua. Ik ga duo showdown doen met Amber. Amber is mijn nieuwste knokker, dus daar ga ik nu lekker even mee spelen. Ik doe even knokker voorstellen. Ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Zeg meneer P, die is wel goed. Nou, toppie, we gaan spelen. Ik hoop natuurlijk dat we gaan winnen. Want dat zou wel chill zijn. Nou, oh, hij is even aan het laden. Dat vind ik nou echt... Ja, kijk, hij doet het. Oh, yes. Oké, Goku Joshua is nu met meneer P. Echt een coole knokker. Die heb ik ook. Ik heb meneer P zijn sterrenkracht en zijn twee gadgets. Is dat chill? Oké, we hebben 3 krachtpuntjes. 4. Oh, dit gaan we winnen. Hopelijk, hopelijk, hè. Dus ik ga niet alvast zeggen dat we gaan winnen. Want dat weet ik nog niet zeker. Oké, die kunnen we hebben. Die kunnen we hebben. Yes, oké. Piper is gekild. Oh, daar zit dus iemand. Serieus, en Gale. Die hebben we wel. Gotcha. Oké, is Goku Joshua nu even die max killed? Yep, that's nice. Ik ga gewoon even naar mid. Oké, daar zijn nog andere. Oké. Oh, die Piper die leeft nog steeds, hè. Dus zijn teammate was dan nog niet dood. Daar kan er nog niet bij. Zo, get killed. Oh, ik ga gewoon even deze achterna. Oké, daar is dus een Bibi. Die is gekillt. Oh, serieus, daar staat dus iemand. Die gaat sowieso al dood door de storm. Of door mij. Oh, dat was niet slim, maar dit kan ik makkelijk winnen. Waar ben jij? Ah, nee, precies nu loopt die vast. Nee, nee! Ik haat het als die vastloopt. Oké, tweede is ook goed. Ik zeg even dat hij vastliep. Oké, we gaan verder. Let's go. Ik hoop in ieder geval sowieso Amber 1 rang omhoog te krijgen. Maar dat gaat zeker wel lukken. Meneer P, die is ook gewoon echt goed hoor. Eerste doosje is open. Tweede doosje is open. Derde doosje is open. Oh, nou. No, waarom kijken we die altijd krijgen? Ja, ik moet me even verstoppen in de busje hoor. Hey, Coco Joshua is over 1 seconde weer gerespawnd. Oh nee, Leon met Star Power. Ha, pas op, Nienke. Master Nienke heet ik trouwens, maar oké. Okay. Waar kwam die Leon vandaan? OMG! Oepsie. Nou, ach ja. Knokker voorstellen. Even kijken. Welke moet ik kiezen? Nani is goed. Maar Ems is ook goed. Dus daar ga ik gewoon lekker even meespelen. Oké, ik hoop dat ik dit potje wel win. En dat er niet opeens zo'n irritante Leon met Star Power opeens naar me toe komt. Oh nee, ik haat dat wifi tekentje. Oh, hij is weer weg. Oh, wat chill. Oké, let's go. Oh yes, we hebben alle krachtpunten. Oh, nee, daar komt die Dynamax aan. En die hebben we gekilled. Nee. Double kill. Wat? Hoe dan? Wat? Double kill. No. De double kill. Ik heb het in mijn vorige video ook al laten zien. Toen werd ik door een Brock met Star Power, werd ik en mijn teammate gewoon allebei gekillt. Dat is echt super irritant. Nu ook wel door een Dynamite. Nee, dat gaat zeker niet goed. Nee! Maar ja, boeiend. Maakt mij niet uit, want het gaat om de lolligheid van het spelen. Ik doe even een andere knokker. Hey, ik vind zelf dat hij kan wel met... Op zich met Colette kan hij ook wel. Ja, op zich. Evert kan ook, maar ik wil wel dat hij met Colette gaat. Oh, Colette heeft die al. Toppie! Daar gaan we. Daar gaan we dan, mensen. Een ogenblikje en dan gaat het gelijk. Dat is wel grappig. Nou, fijn dat een ogenblikje 1 seconde duurt. Oké, let's go. We gaan verder. Colette is best chill, maar niet echt de chillste knokker ooit. Maar Coco Joshua heeft hem best hoog. Dus dan
Ja, is het wel goed. Ah nee, nog één ember. Nog één ember. I want ember. No! No! Ik had die ember zo bijna. Ik ben echt een noob. OMG. Ach ja, ik zou me ook in de bosjes verstoppen als ik Coco Joshua was. Dus ja, dat is goed. Oké, let's go. Ah, hij hapert. Oh nee, de wereld is... Oh, de wereld is vreselijk. Ach ja. We moeten het maar met de wifi doen, hè? Oh, dit gaan we echt niet winnen, hoor. Oh nee, een Dark Lord Spike. Ik heb Spike, maar niet de Dark Lord. Ik heb niet genoeg edelstenen. Ik moet echt nog maar 9 edelstenen of zo. En dan kan ik Dark Lord Spike kopen. Waar zou ik hem plaatsen? Zo. Ze vallen mij vandaag echt veel aan. Uit het niets gewoon, hè. Uit het niets. Dit is impossible. Maar oké, dit was echt... Alleen mijn legendaries vallen mij heel de tijd aan. Uit het niets gewoon. Dat is echt super irritant. Maar ook wel geinig. Maar alsnog, het is irritant. Oh, waar zit het? Ja. Ja, dat vind ik sowieso niet. Een Colette met verder niks, die gaat nooit winnen. Nee, dacht ik al. Hé, op zich, tweede is vrij goed. En het is plus 7. Yay! De opdracht is voltooid.